Zaterdagavond, de derde en laatste avond alweer van het Tiki Woodstock Festival. Net zoals andere jaren was ook deze zaterdagavond de meest bezochte. De beide tenten, de gigatent en de megatent, waren beide tot een nokken toe afgevuld met mensen. En ook op het middentrein kon je haast geen been meer verzetten. Ondanks alles was het wel gezellig druk en leek het net één grote familie. Op de zaterdagavond stonden bands als een Bon Jovi Tribute Band, Boogie and the Longhorn, een Easy Deasy Tribute Band en West Coast Motor. Daar zaten onder andere in Siep van de Kast en Mirjam van Twarres in. En ik moet zeggen, deze band klonk zeer goed. Ook de damesband uit de polder, de Six Senses, trad op, wat ook een wederom swingend optreden was. Aan het eind van de avond had ik een gesprek met Henk Kranendonk, de grote baas van het Dikkie Woodstock Festival. En het is dan toch belangrijk om te weten hoe Henk dan terugkijkt op de afgelopen 3 dagen Dikkie Woodstock Festival. Nou, ik moet zeggen, het is nu zaterdag nacht 12 uur. En ik kreeg er toch wel een voldaan gevoel van, daarvoor doe je het, hè. Afgelopen dagen zulke mooie dagen gehad en geweldig veel volk. En allemaal lachende gezichten, positieve gezichten. Ja, en ik moet zeggen, daarvoor doe je het eigenlijk wel. En natuurlijk ook een lekker gevoel dat nou zaterdag nacht 12 uur, het is nu nog een paar uur te gaan. En het zitten we op de hele klus. En nou ja, dan gaan we de boel morgen even weer opruimen. En als we de boel schoon hebben, dan gaan we met alle vrijwilligers nog even wat drinken. En ik zei je vertellen, dat ene pulsje, dat smaakt dan zo lekker. Maar vooral ook wel om erheen, als er maar geen gekke dingen zo gebeurd zijn, dan ga ik mee om. Ja, je voelt je toch wel verantwoordelijk. Maar ik vind het toch weer boven de verwachting. Al die mensen en zo die er altijd weer zijn. Jong en oud en ja, geweldig. Super. De passie is gewoon om de mensen doen te laten genieten. En dat is weer gelukt. Dus ja, ik vond het weer super geslaagd. Ja, het is altijd goed te horen dat de grote baas Henk Kranendonk zeer tevreden en voldaan is na zo'n weekend Dikkie Woodstock Festival. De laatste 30 seconden van dit filmpje gaan we even terugkijken naar de afgelopen dagen Dikkie Woodstock.